staan hier op de Weissensee bij de start van de vierde 200 kilometer schaatstocht van Jan Bronsema uit het Groningse Spijk. Jan, een sportman in hart en nieren, draait er zijn hand dus niet voor om in een tijdsbestek van 11 dagen vier keer zo'n monstertocht te rijden. Jan, je bent hier al 2 weken. Ja. En je gaat dan vandoor voor de vijfde keer in. Ja, en dat loopt voor de vijfde keer. Ja. Mooi door een beetje gek voor ben. Nou, misschien wel, maar ja. Sommigen denken wel, maar ik denk van nooit. Eerst 3 keer reden, dus hoe ging dat? Om door mee te beginnen? Nou, in die eerste tocht die was wel moeilijk. Want de eerste 100 kilometer was er niks aan de hand. Maar toen kregen we hier de uur 12 dik aan hem steun. De tenten waren hier om en ik zo'n oorstreel. Ik ging oorst achteruit, het was zo'n maar er was een half voor de tocht. Is dan stoppen, toch? Nee. Dat komt nooit. Geen snow, toch? Dat komt niet voor. Hoe ging dat dan? Is toen zo'n lief, dat is toen nooit wil stoppen? Nou, dat denk ik. Ik wil dat gewoon die 200 kilometer horen. Dat is niet anders. En ik probeer om dit zo lang mogelijk voor te houden. Want u bent al 60 jaar. Ik ben 40 jaar, 3 december ben ik 60 geworden. Dus ik word dit jaar 60. Ik doe de speaker al, om 7 uur is de start. Hoe lang denk je terug tot het weten? Nou, als ik een beetje naar die anderen lees, 2 tochten, dan is het tussen 3 en 4 geworden. Okay. Succes, hè? Ja, hartstikke bedankt. Ik ga ook even die eten dingen lijst. En dan word ik fotocall. Ik rij een oesterdeur. En zij helpt me. En ik geef het aan wat ik hem wil. En dan staat ze met een ronde loder. Staat ze door. En dan pak ik het eraan. En dan pak ik het wel. Dus ik ben het huis dan. Hij is halfgespannen. Ja, dat gaat ik al. En dat voor de avond een keer naar de toren heen. Was nou iets van in 28? Die kwam hier al 18 jaar, dus sowieso 18. Nou, hij had 2 keer, als het nou lukt, zijn 2 keer voor haar keer door. Dus ik kwam er al 6 bij, dus dat was 25. Dat telde aan. En hij had ook wel eens 2 keer rijden. Dus ja. En vorig jaar 3 keer. We kijken naar de klok, we zitten zo dadelijk, dames en heren, op een 8-tal minuten voor het vertrek. Wij begroeten natuurlijk ook alle deelnemers uit stad en omland. 5 minuten voor de start. Oké, dames en heren, de meute is op dit moment in beweging gekomen voor die vierde grote tour hier op Weissensee. Vrijdag natuurlijk de 3 februari 2012 en naar het startschot van Hans Wenk, directeur veiligheid uit de regio Utrecht, is de grote meute, dames en heren, op dit moment vertrokken. Kijken ook in de passage naar Jan Bronsema uit Spiek en zo gaat alles en iedereen voorbij. De eerste mannen in de passage op dit moment, dames en heren. Er is iedere keer weer een leuke prestatie om mee te kunnen doen aan deze tocht. Ja, allemaal groetjes van Jan. Allemaal groetjes. Jan, die wordt nog met vlag en wimpel binnen al straks in Spiek. Dat denk ik, dat leven we erop, denk ik. Dat leven we erop, ja. Ja, wat zeg ik. Hij gaat een beetje naar achter nou. Hij heeft nog mooi een brug. De gele rit naar Noordstad, dus 2 gelden meer. Oké. Vanmorgen vroor het bij de start maar liefst 18 graden. Gaandeweg de dag zal de temperatuur niet boven de min 8 komen, dus zal de gevoelstemperatuur nog vele graden lager zijn. Ik zie dat het nog wat dicht is. Dat is pech hebben, zag ik. We hebben 5 minuten. God, jongen, hoe ben je nog maar net bezig? Ja. Is het reparabel? Nee, is waar. Helemaal afgebroken. Jongen, dus het is gebeurd. We gaan nou een nieuwe schaatsen halen. Nieuwe schaatsen. Andere schaatsen. En dan weer verder. Maar dan moet het wel te huur zijn. Ja. Ik zie het nog dicht. Oh jee. Wat is je maat? 42. Gaat die goed? Ja. Hij gaat prima. Nog maar net begonnen. Jawel. Oké. Zwanny Io uit Wassenaar. Hoeveel ze? Dit is de eerste ronde die je nu gehad hebt. Ja. Zo, maar niet de eerste keer op de Weissensee. Nee. Nee, je bent hier al veel vaker geweest. Ja. Hoeveel keer? 10 keer. 10e keer? Ja. Ook 10 keer geschaatst? Nee, 7 keer. 7 keer. Hoeveel kilometer? Keer 75, 50 en keer de 100. En nu voor de? 100. Geweldig, doe je best. Dankjewel.
Is dat nou een kwestie van niet kunnen schaatsen of niet willen schaatsen? Of nou, toch helemaal verliefd op de slee? Niet zo goed kunnen. Niet zo goed? Een paar keer raar gevallen. Hele zomer last gehad met fietsen. Ik denk, ik ga het lager zoeken. Je gaat het lager zoeken? Ja, dan, ja, dan kun je toch haast niet meer vallen? Nee, nou, je kunt toch vallen. Ja, oké, maar. En dan er zit een bocht bij, er zit zo'n gat in. We gaan nou voor 200? Nee. Voor de 100. Oké. Okay. Dinsdag heb ik de 100 gehad. Maar het tempo ligt ook wat lager, denk ik. Ja, dat ligt een stuk lager. Komt helemaal goed. Waar de ene kanjer het met zijn benen doet, doet Ad Aerts het met zijn armen. Ad liep 11 jaar geleden bij een ernstig verkeersongeval een dwarslesie op en rijdt de 200 kilometer op een zelfgeconstrueerde handbike. Zwaar te overdenken of je verder gaat. Nee hoor. Oh, toch niet? Oh, toch wel. Ja, maar ik zie je zo praktiseren van nou, wat zal ik nou? Nee hoor. Je gaat er weer helemaal voor. Tja, met deze kou is het soms even zoeken, maar is de voldoening zoveel te groter. Lukt dat met die kou? Toch wel? Ja, ik ben heetbloedig. Terwijl deze deelnemer opgelucht met lege blaas zijn weg vervolgt, gaat Betsy Bronsema weer met gevulde bidon in stelling om Jan van drinken te voorzien. En vraagt Boskoop zich af of boskopers dit voor de lol doen. Terwijl Jan in een grote groep zijn rondjes vervolgt, zien we de zon langzaam opkomen achter de Dolomietenblik. De Weissensee is een meer in Carinthië aan de voet van de Geiltaler Alpen op een hoogte van 930 meter. Het meer wordt in Techendorf door een brug gescheiden in een westelijk en oostelijk deel, het zogenaamde Kleine en Grote Meer. Het meer is 6,5 vierkante kilometer groot, 11,6 kilometer lang en maximaal 97 meter diep. Met een waterkwaliteit gelijk aan drinkwater geldt het Oostenrijkse Bergmeer als het schoonste meer in de Alpen. Sinds 1989 organiseert de Stichting Wintersporten op de Weissensee de alternatieve Elfstedentochten. Jaarlijks trekt de Weissensee circa 6000 schaatsliefhebbers, welke verdeeld over 2 weken een onderkomen vinden in de veelal prachtige accommodaties rondom het meer. Kijken naar Harry Olden en Harry Torpen uit Schellingwolde.
Houden jullie nou nog tijden bij? Dat hoeft toch niet meer? Alles wordt keurig netjes geregistreerd. Nee, schema's. Oh, schema's? Ja, wat denk jij? Dat zijn de echte. Dat zijn de echte. En zonder dat jullie merken, flitsen ze voorbij. Ja, nee, ook dat. Want, we zouden iets daarvoor zorgen. Dat is hier geworden. Dus we moeten het schema aanpassen. Oké. Okay. Dus plus 20 en ze gaan voor hoeveel tijd? 7:30 à 8:00. Oh, dat is heel netjes. Ja. Nou, succes. Ja, ik ben even een beetje later gestart, dus ik heb nu, ga nu mijn vijfde ronde in. Oh. Dus ik doe vandaag 100 kilometer. Oh, dan mocht het zat kunnen toch vandaag? Dat kan heel mooi. Uur of 12. Mooi weer, je bent een beetje koud natuurlijk, maar... Nou, ja. Het is wel lekker koud, ja, maar hoort erbij. Hoort erbij. Is het moeilijk om alles bij te houden? Want ik zie je hier zitten achter een laptopje. Nou, het is die laptop die flitst maar door. Je hebt bijna 1200 deelnemers op dit moment. Nou, je hebt een andere laptop waar je dus internet op hebt en waar ook alle mails doorheen flitsen. En ook voor Jan Bronsema zijn er heel veel mails binnengekomen uit het hele Hoge Land. Wat was de mooiste mail? Ja, de mooiste mail was toch wel van zijn dochter Elisabeth uit Hilversum. Die werkt voor Hilverzorg en dat was gewoon een hele mooie. Dat was Andries Nieuwenhuis, dus ook wel bekend als speaker bij Wieler Criterium in Groningen. Jan Bronsma, dat wil ik toch nog even vermelden. Hij is heel goed bezig. Hij heeft inmiddels al 50 kilometer afgelegd. Ja, dat is heel goed. Daniel Kaufman. 432 minuten. Komt uit de EHBO-tent. Ja, niet goed, hè? Niet goed? Ik zeg het niet goed als je naar rug komt. Nee, dat is niet goed. Nee, maar ik ben gisteren gevallen met schaatsen en ik heb een hele dikke knie. En ik had toch mijn twijfels. En even laten zien, dan kan ik maandagmorgen thuis even een foto laten maken. Oh. En dan kun je volgende week weer schaatsen. Nee. ik denk niet dat het lukt. Dat wordt niet meer. Nee. Wat doe je nou, Richard? Wat ben je nou aan het doen? Ik ben het ijs aan het repareren. De scheuren dicht laten lopen? Ja, we hebben hier de chiptiming liggen. En er zit precies een scheur bij de chiptiming kabel. En als daar natuurlijk een schaats doorheen gaat, is de chiptiming er over. Dus alles weg. Dus er is voor 1200 mensen geen tijd meer. Nee, dat kun je riskeren. Dat kunnen we niet hebben. Nee. Je bent afgelopen week hier ook al aan schaatsen geweest. Hoe is het vergaan? Nou, ik heb technisch eigenlijk wel heel goed gereden. Alleen ik maakte een tactische blunder in de laatste ronde. Toen dacht ik nog even wat voeding aan te nemen. En toen was het hele peloton, dat sloeg op hol. Ja, en toen moest ik achteraan sluiten. Toen viel de een en ander eraf. En steeds een gaatje dichtrijden. Je kent dat wel. Ja. Maar toen dat redde ik niet op. Dat vond ik wel jammer. Maar voor de rest was ik heel tevreden. Ik kijk heel goed terug op dit Nederlands kampioenschap voor de Masters. En de Groningse eer is toch hoog gebleven? Dat dacht ik wel. Ja, zeker. Ja, een paar jongens voorin en Rudy winnen, dus het was allemaal hartstikke mooi. Dat ging helemaal mooi. Ja, en nou op naar Nederland toe? Morgen vertrek ik, maar ik moet nog een beetje trainen voor de triathlon staat er straks van aankomen. Ja, maar eerst nog schaatsen, want dan komt nog een heleboel. We gaan volgende week nog even schaatsen. Ik heb het gezien. Je hebt het gezien? Ik heb dinsdag 200 gedaan. Beetje te veel gedaan? Nou, dat niet misschien, maar vandaag rustig aan. Morgen weer auto rijden, dus... En wat heb je nu gereden voor de morgen? Hoeveel? Ik heb nu 50 gereden. Oh, ja. Nou. Ja. Ga je toch met een goed gevoel naar huis toe? Helemaal. En dan in Nederland er helemaal weer voor? Precies. Ja. Oké. Okay. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Ja. Romy, ja. Ik mis je bij de verzorging. Ja, maar ik moet nu even weer een boodschap doen. Dus, ook voor de jongens. Dus dat wordt niet meer stempelen? Nee, nooit weer. Nooit weer? Nooit weer. Krijg ik niet meer een stempel op mijn voorhoofd van je? Nooit meer. Nooit meer. Echt niet. Ja, ik hoor iets over vallen. Ja. Ja, we zijn niet gevallen. Nee, jullie niet, dat geloof ik best. Maar toch even contact met thuis voor ons. We staan via de webcam en dan kunnen we ons precies zien. Oké. Okay. Dus even gezwaaid. Even zwaaien. Dus, ja. Weten ze thuis? Ja. Okay. Dankjewel. Wat zeg je? Hoeveel ronden gaat? Vijf. Vijf? Ja.
Je gaat helemaal door tot het eind. Nou, dat zien we nog wel. Dat zien we nog wel. Maar het gaat er goed uitzien. Ja hoor. Het, kijk eens achter je daar. Hè? Ja. Het zonnetje komt erbij. Dat is fantastisch. Dus dat gaat helemaal goed komen. Denk het ook. Succes hè. Ja. Ruud, je bent er weer. Ik ben er weer, ja. De wijze zee zonder Ruud kan niet, hè? Dat kan niet, nee. Jongen, jongen. Hoe gaat ie? Dat gaat prima, joh. Gaat prima? Gaat prima. Hoeveel heb je nu gereden? Nu heb ik 5 rondjes gereden. Oh, en je gaat natuurlijk tot eind, tot het gaatje door? Ja, want dan staat mijn tellertje namelijk op 40. Nou, oh ja, oh, dan moet het 40. Ja, joh. Hier. Alleen hier. Alleen hier? Ja. Dat gaat helemaal goed komen vandaag. Nou, ik hoop het. Succes. Dankjewel. Oh, dat geeft geen kracht hoor, 1 of 2. Dat is wel even lekker hoor. Volgens mij moet je er toch wel een hand voor meenemen. Dat past er niet meer in joh. Dat past er niet meer in, jawel. Lekker in je handschoen. Ja, dat is wel een goed idee. Hoeveel ronden ga je? We hebben er nu 5, maar we gaan naar 200. Oh, gaat helemaal goed komen. Komt helemaal goed, dank je. Als je achter me kijkt, zie je de zon. Lekker hè? Heerlijk, ja, hè? Dat doet de mensen goed. Succes. Dank u. En dan maar hopen dat hij het leest in de snelheid. Of dat ze het lezen. Oh, dat zijn er een heleboel. Jannes, hoeveel jaar is het voor jou inmiddels Wijzerzee? 10 jaar. 10 jaar? Zo, ja, jubileum. Een jubileum. Ander is 20 jaar. Ja, ander is 20 jaar. Ja. Dan ga je vandaag nog even voorpraten. Morgen nog een beetje. Morgen even, en dan in Nederland weer aan de bak? Dan ga je eerst naar huis toe. Ga ik inderdaad aan de bak, want ik ga eerst zeg maar, in de echtelijke stoepen wat uitvreten. En als ik dat gedaan heb, dan zal ik mijn baas bellen maandag of ik zeg maar, voor woensdag, donderdag en vrijdag een paar dagen vrij kan nemen. Want zo. Ik denk dat... Er gaat helemaal gebeuren. Tijd, ja, sneeuwt nu in Nederland. Ja, nou ja. En, ja. Maar goed. Ach. Ja, als het nog niet wil, wil het nooit weer. Nee, dan komt er weer veel te veel jaren bij. Dus ik hoop dat ze met België Noorden rondrit. Dat ja, lijkt mij wel mooi. Nou, dat zal leuk vinden. He? Zie ik je voor mijn huis langskomen. In plaats van de Ronde van Groningen op de fiets die we in nee, Maatland doen. Ja, 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 okay. Maar... Nou, even lekker op de schaar. Ik doe nog 1 rondje, dan heb ik de 25 kilometer op zitten. Oh. En dan vind ik wel genoeg voor de oude baas. En dan is dat een goede voorbereiding voor Nederland? Dat is een goede voorbereiding voor Nederland, maar dan mag ik toch niet meer doen met de LOC. Nee? Oh, maar er zijn nog genoeg andere tochten. Ja, dat vind ik ook, ja. Oké. Gaat het nu echt gezellig worden? Gaat er helemaal van komen? Absoluut. Een beetje, een beetje steunen meer, hè? Bevriest hij niet? Sorry? Bevriest hij niet? Ik meer. Ja, ja, oké. Wel een beetje in de toon blijven, hè? Want dat, met handschoenen. Met handschoenen, ja, dat is knap. Levenskunstenaar. En dan wordt het gezellig op het ijs. Terwijl 1200 schaatsers zich vandaag een slag in de ronde worstelen, worden ze vermaakt met een heuse levenskunstenaar die feilloos en met handschoenen aan het kleine café speelt. Althans, dat dacht ik. Maar tijdens het monteren thuis kwam de aap uit de mouw. Een accordeon met mp3-speler. Maar desalniettemin erg leuk. Waar telt je geld of wie je bent? Niet meer mee. Ja, gaat lekker hoor. De schoenen gaan uit en toch weer aan. Nee, ik moet voor iemand even een paar rondjes kop doen. Oh, mijn collega, ik heb er al 2 op zitten. Dus je gaat even helpen? Ik ga iemand even helpen. Oké. Okay. Dat kunnen wij. Hans Laagland, Henk de Haan, Jeroen Briefies. Hij komt er zo weer aan? Ja, hij ging zo pas naar achter. Dus. Oké. Okay. Hij zit ook niet meer in de groep. Nee? Een beetje lang? Ja. Ook deksels. Allemaal lang met mij zijn, maar... Dan hoorde we voor gaan 8 minuten meer. Denk ik nou, nee.
kan er nog een dankjewel van af. Hij kan nog wel even rauw, dankjewel. Nee, helaas. Helaas. Wordt van ook dubbel het wel beloond. Oh, dat wordt hij. Ik denk dat het ook zo gaat. Oh ja. Heb je de streven voorbracht? Ja hoor, die gilde die hoezo? Een voorbereiding voor Nederland. Dat blijkt nu. Ja. Ja, ja, dat was wel verrassend. Maar, nou, als je thuis komt, kun je gelijk door. Geen enkel probleem. Geen enkel probleem. Nooit meer gereden dan 40 kilometer. Oh. En dan nu 100. En zo, dat is meer dan een verdubbeling. Ja. Dat is goed. Dacht ik ook. En volgend jaar opnieuw? Volgend jaar opnieuw. Oké. Okay. Wel een beetje beter. Wie erleed men dat hier in Oostenrijk? Ja, zo viele Hollander. Wunderbar, wie Holländer, ja, genau. Ja. Haben auch schon, habe ich auch mitgemacht schon. 200. Ja, auch 200 gemacht. Auch 200, ja. Auch auf Schlittschuhe? Und noch mit Stocken, oder nicht? Nein, ohne Stocken. Ohne Stocken, 200 Kilometer. Ja, 1999 das letzte Mal. Jetzt ist meine Tochter mit 100. Ah, gut. Ja. Ganz gut. Ja. Und sie soll schreiben. Ja, wir wollen es kommen, sehr geil. Okay. Ja, der Finish. Ja, okay. Wir sehen das. Ja, okay. Danke. De oorkonde opgehaald en dan toch weer verder. Ik stop ermee, meneer. Oh, je stopt ermee. Ik denk dat doet ze nog weer onder en gaat, gaat voor de tweede oorkonde. Dat ziet er wel dapper uit. Nee hoor. Nee, toch niet. Nee, dit is de tweede keer deze week. Oh, kijk eens. Ja, en ik ben een beetje diep gegaan afgelopen dinsdag. Ja, toen was het ook zwaar, hè? De dag ervoor lag ik op bed, plat. Oh jee. Alles eruit gegooid van boven en beneden. Dat is ook een heel contrast. Toch op het ijs, en dat was niet zo slim, geloof ik. Nee. Ben je soms zo diep te gaan. Dus dan moet ik het vandaag bekomen. Ja, maar goed. Je hebt er weer eentje bij. Ik heb het fantastisch gevonden, hoor, Danny. Ja, geweldig. En wat heb je vandaag gereden? 125. Amai, hè. Die heeft goesting vandaag, de Frans. Die heeft goesting. Red als de brandweer, hier op Wijzenzee. Dat is al snel voor mevrouw Jenny, want die moet dan doorschuiven. En die moet de duiven voeren. En ik mag verder gaan rijden met Dick Nap. Albert Weilgraven, Kort Koekje, Lennis Hooghiemstra, Gijs Stolberg, Pieter Hooghiemstra. Nike, Harding, Irine Slootweg, Johan van den Bergen. Het is uur geweest, dames en heren. En we zijn nog steeds lekker aan het rijden. Ahoy, Jan! Hoor zo! Afrond nou, Jan! Naar voren, oké! Er zijn vele lijnen nodig in het jullie verzorgingsgebied. Hoeveel? 100 kilometer. Driften getraind in Nederland op de uitgang van Zalm. Ook dit jaar is het Norbert Jank weer gelukt een prachtige ijsvloer neer te leggen en te onderhouden. Waarop menigeen vandaag zijn record zal verbreken. De grootmis uit Isbrechtum. Kijken ook naar Hans van Dijk uit de Schalkwijk bij de oorkomst 13 ronden. Nog twee ronden. Hij komt er weer aan. Nog twee. Voor haar gevoel, denk ik. Ja, ik tweede keer goed, hè? Tweede keer in week tijd. Je bent hem goed ingepakt. Een beetje PR. Zo. Ja, weer. Oh, nog een PR? Ja, weer PR, ja. Alweer? Ja. Nou, dat is vanmorgen dus goed koud. Dus, ja, we hebben geen last van. De wind is morgen ontzettend. We hebben last van.
Ben je onderweg gevallen? Ben je weer gevallen? Een keer. Nou, dat geeft niet hoor. Je schuift onderuit. Nee, nee. Je hebt een apentrotse man thuis. Ja, zeker. Dat gaat helemaal goed de volgende week. En nou in Nederland verder, hè? Ik ben je alleen maar toegegaan om uit te rijden. Ja. Ja, dat is dan zo rijden. Dus, ja. Geweldig. Ja, ik ben goed. Ik ben heel goed gevallen. Oké. Okay. Dat is belangrijk. We hebben de binnenkomst van Sabine van Vermeskerken uit Breda. Van Bubbo Scholte onder meer. Van Mark Ozinga. Op naar de Venus. Hoe valt dat nou zo? Heel trots. Altijd. Kerst al een beetje lachen nou. Ja, nou wel weer. Kom nou wel houden. Hij komt nou binnen. En dat vaar ik hier. Vaar ik hier. Henk-Jan Dresseman uit de strijd, dames en heren, richting 8:55. De man is stiek, Jan Dresseman, 81-11. Binnenkomst hier naar 200 kilometer. Gefeliciteerd, Jan. Hey, hey, Jan. Eerst een kusje van die liefde. Als we weer warm zijn. Warm water lekker passeren, we houden het niet lekker. Ben ik op helemaal goed. En Jan, nou was dat? De vorige keer. Hij was pittig. Ik had er soms puur aan en ook zo terug hebben we er weer in op. Van de wet begreep ik allemaal niet. Wien is een vaartje drijven. Jawel, ik begreep van de wet niet. Allemaal niet. Maar doet niks. Hij dronk hier op en weet ook voor niet gedaan. Binnen is binnen. Binnen is binnen. En dat vaartje hier. Geweldig. Ja, ik heb de eerste keer toen zeg ik dat nooit weer, maar dit dat zeg ik dus nooit. En nou volgende week? Nou, dat was nog wel een keer weer. Dat ja, weer ja. Wat is hier ja. Nou die eerste keer? De tweede keer al. Ja? Ja. En nou voor volgende week? Wat nog maar in gedachten? Nou, morgen is het waar. En dan ga ik dinsdag denk ik even naar Blauwe Star of zo. En dan moet wachten op de afdeling toch? Dat hoop ik. Ik kom een keer in 97. Oké, okay, en even een knuffel van die vrouw. Ik sta daar. Ja, oké. Okay.